Rechts in beeld, bovenin Jeffrey van As, de technisch directeur van Rode JC. Hij heeft dus een drukke periode achter de rug al met het vertrek van Alberg. En Kroeks staat dus op het punt om Kerkrade te gaan verlaten. En dat vrijgekomen salaris moet dan weer gaan resulteren in wellicht versterking centraal achterin. Om als deze Kees Luijks bijvoorbeeld afvalt, direct iemand in te kunnen brengen die de staat hebben nu. Alleen eigenlijk Richard Jensen nog bij de selectie, maar die is behoorlijk blessuregevoelig. Dit is de opstelling van Jong AZ en dit is Sam Westerveld, de doelman van Jong AZ die vandaag zijn debuut maakt in het elftal van Michel Vonk. En het is inderdaad de zoon van Sander Westerveld, geboren in San Sebastian, toen zijn vader bij Sociedad speelde. Piep Jong dus, deze elf, die normaal gesproken dus echt bij Jong AZ spelen. Normaal gesproken heb je ook nog wel eens Kenzo Goudmijn of Thijs Oosting. Ja, die trainen allemaal met het eerste. Die zijn pas gisteren begonnen. Alex Bos is de scheidsrechter van dienst. Korte mouwtjes. Geen ondershirtje. En als ik zo 1, 2, 3 kijk naar de spelers, is hij een van de weinigen die geen ondershirtje heeft. De scheidsrechter dus. Dit is de elf van Rode JC. Hoekstra is sinds kort weer doelman. Na zijn blessure. De linksback met nummer 19, Ioannou Cyprioot. Hij vervangt Absalem, die is nog niet helemaal fit. Wel weer op het trainingsveld verschenen. Bouchouari heeft net een contract getekend dat hem tot 2023 in Kerkrade houdt. En Erik Valkenburg is een oude bekende natuurlijk hier in Alkmaar. De coach is van vandaag Roel Brouwers. Door de afwezigheid van Streppel, Strijbos en Van Duinhoven, die alle drie in quarantaine zitten. Vandaag dus eindverantwoordelijke Roel Brouwers. Die bal door de wind gedragen komt hij nog best wel aardig bij Margaret. Een beetje paniekerig weggewerkt. En daardoor is hier Koopmeiners. Had het misschien zelf kunnen proberen. Bouchouari kort, snel draaien. Dat is echt een kwaliteit van hem. Kunst. Ook hij heeft een aardige pegel in zijn voeten, bedient Margaret. Hier komt het eerste schot aan van Jong AZ en de redding van Hoekstra is met de voeten heel nuttig en heel knap. Daar was de thuisploeg zeer dicht bij de openingstreffer. Maar de redding van de doelman, formidabel te noemen. Wat aan de korte kant. Klaassen, ook wat aan de korte kant. En nu dus de tegenstoot van Jong AZ met Kunst. Nog altijd Kunst, die verschaft zichzelf bijna de ruimte om te schieten. Goeie ingreep van Luijks. Goppel, slimmer dan Gemmel. Die komt wel voor de tweede keer in dat duel, maar dan snelt Goppel weer en raakt Vlucke die bal niet vol. Het goede voorbereidende werk, niet afgerond door Patrick Vlucke. Klaassen. Bouchouari nu naar Vlucke. Dan ligt het open en dan kan Rode JC een grote kans krijgen en misschien wel scoren. Maar Vlucke is hier toch erg onzorgvuldig met de geboden ruimte. Had opties, maar dit is niet de beste optie. Klaassen, slim balletje. Bakker. Goppel gestart. Dan is hij vaker niet meer bij te houden. Goede actie. Goppel. Valkenburg raakt die bal niet lekker. Derde gevaarlijke moment van Rode JC. Dit moment resulteert in een counter van Jong AZ. Zo snel kan het gaan. De Jong. En dit oogt een stuk minder kansrijk en gevaarlijk. Goed. Vrijgespeeld. Vlucke. Nu kan hij met het gezicht naar voren gaan aanvallen. Bakker bemoeit zich ermee. Het gaat vooral breed. Daardoor hebben de verdedigers van AZ tijd om wat terug te komen. En moet Bouchouari maar schieten. Goppel. En nu heeft hij heel veel gelegenheid om iemand uit te kiezen. Ruzie met de bal. En eigenlijk is dit zijn slechtste voorzet van de drie.
Maar het kan nog altijd wel wat opleveren. Sterker nog, het levert wat op. Een goede redding van Westerveld. Daar de hoofdtrainer met muts, Pascal Jansen van AZ. Buurmeester Koopmeiners. Prachtige crosspaas. Als een streep in de voeten van Alouche, die dan Mats zou kunnen opzoeken. 1 tegen 1. Alouche, schot van richting veranderd. Op de lat, onderkant lat. En geen doellijntechnologie om hier direct uitsluitsel te geven. Hij doet niet zo heel veel fout hier, Alouche. Schot nog heel lichtjes getoucheerd. En dan onderkant lat. Weer goed gevoetbald door Rode SC. Steeds de derde man die lopend is. En dan komt Goppel vrij. Goppel. Goppel doet het nu zelf tegen Westerveld aan. En zo ontstaat toch langzamerhand een wedstrijd met veel kansen. Maar nog altijd geen doelpunten. Valkenburg. Die wil het ook van ver. Ja, waarom ook niet? Valkenburg echt met een goede inzet. En het zekere voor het onzekere genomen. Heerlijk getrapt. En hij was overgegaan. Goed gedaan door Goppel. Fopt Gemmel. En kan nu meters maken. Kan kijken waar moet hij hem kwijt. Bij Valkenburg. Eerste kans van de tweede helft binnen de minuut is voor Erik Valkenburg. Na goed werk van Tijmen Goppel. Natuurlijk na goed werk van Tijmen Goppel. Klaassen. Goppel. Vlukken. Goed 1-2'tje. Rode JC schiet uit de startblokken in de tweede helft. Hier zijn ze alweer. Nu krijgen ze een corner. De corner van Rode JC. En daar is Matzo compleet over het hoofd gezien. Hoe is het toch mogelijk bij een corner? Valkenburg. Bakker. Ja, dit is het patroon dat Rode JC al een aantal keren heeft uitgevoerd. Het lukt weer om zo goppelvrij te spelen. Verhoek gewonnen, paal en de herkansing kan nog wat opleveren. Maar in de handen bij Westerveld en daardoor nog altijd 0-0. Die snelheid van Goppel, die hier de pech heeft dat de paal een treffer voorkomt. En de herkansing is niet aan Ianou besteed. Kijk, daar is hij weer. Onderschept die breedte paas, Goppel. Lastige aanname van Valkenburg, Goppel. Goppel. En nu is het toch raak? Jazeker. Eindelijk de voorsprong voor Rode JC. Vlukken komt binnen. En de aangever, Tijmen Goppel. Heeft amper puff meer om het mee te vieren. En wat is hij er blij mee? Ja, 1,70 meter klein. En dan scoren met het hoofd. Dat gebeurt je toch ook niet vaak. En het begint allemaal met de mislukte breedtepaas. En daarbij misrekent Gemmel zich, denk ik, en Westerveld op de snelheid van Goppel. Hoe zou dat toch kunnen, zou je haar zeggen, want hij heeft het al vaak laten zien. En hier positioneert Vlukken zich heel slim. En dan hoef je niet groot te zijn om te scoren. Margaret, ach wat mooi! En dat kan je ook zeggen van de redding. En die keeper wordt hier ook weer bijna getest. En nu de tegenstoot van Roda. Dit heet een professionele overtreding. Goppel neemt hem mee. Dan kan hij door. Goppel heeft al een assist, maar nog geen doelpunt. Jaagt hem het parkeerterrein op van de spelers van AZ1. Goed ingestapt door Lambrix. En Goppel is alweer vertrokken. Maar op links is er ook Vlukken.
Dit is een kansrijke aanval van Rode JC. Daar is Goppel. Goppel hard, maar in de handen bij Westerveld. Haal hem uit, haal hem uit, haal hem uit! Nam hier recht! Alouche doet dat vooral slimmer en dan is daar Margaret, die neemt hem net iets te riant mee. En dus kan Hoekstra de 1-1 voorkomen. En zo heeft die doelman toch een belangrijke rol vanavond, die doelman van Rode JC. Dit mag verder van Bos. Bakker heeft Vossenbelt bij zich. Dat is niet de snelste, maar die is nog wel fris. Vossenbelt. Westerveld niet voor de tweede keer verschalkt. En dus nog minimaal 90 tellen spanning hier in Weidewormer. Gemmel. Nog altijd Gemmel. Dat is geen onaardige voorzet. En kunst uit de draai. Dit was dan die kans. Er waren zoveel spelers die een verdediger doen bij Rode JC, dat er altijd wel iemand in de baan van een schot kan staan. Nog een keer, Gemmel. En deze is voor Hoekstra. En daarmee lijkt ook wel de angel uit het aanvalsspel van de jonge AZ verdwenen. Dit was de laatste gelegenheid. Het Roel Brouwers effect zou je het zo mogen noemen. Als hij een beetje gevoel voor humor heeft, dan doet hij dat zeker. Want onder zijn leiding verslaat Roda JC Jong AZ met 1-0. Dankzij die goal van Pfluke houdt Roda JC 3 punten over aan het eerste duel van 2021.